zat er hiervoor. Stam? Nee, Dirk Appel. Nee, ja, mijn schoonvader en moeder. Oh ja. Fokkaai heette die ook. Daar is hij naar vernoemd. Nee, maar goed, hier... Ja, hier wel meer eigenlijk, hè? Nee, het was een bedrijfje draaide. Ik draaide nog best, maar goed, ik ben vrijgezel en geen opvolger. En de regelgeving, al de toestanden om me heen, begon ook een beetje tegen te staan. En op zijn oude stal moet je veel lichamelijk werk doen. Ja, op een gegeven moment gaat je dat een beetje tegenstaan. Ik denk 40 jaar terug had je hier misschien al 40 boeren. Ik ben het laatst nog eens een keer nagegaan. En ik denk dat er nog 2 overblijven die een opvolger hebben. Het is, had je 2 ik weet nog van 2 cafés, 3 winkels, een schoenmaker. Nou, noem maar op, et cetera. Maar dat is allemaal verdwenen. Ja, middenstand, ja. Dat is allemaal verdwenen en de boeren zijn ook verdwenen. Het is, ja, er is veel import bijgekomen. Het gezicht van Twist is er wel op vooruit gegaan. Vergeleken bij 40 jaar terug met al die mesthoopjes en ja, als je door het Twist fietste, ja. De ene rook je de kuil, bij de andere had weer hooibroei en de andere en gigantische veel mesthopen lagen er. Nou, dat komt geen mens meer uit het land vandaag de dag. Je ziet ze wat geen mens meer in het land, wat dekkers en daar houdt het bij op. Ik weet wel, mijn vader is nu 9 jaar terug overleden. Als ik hem nu achter in het land zet, weet hij niet meer waar hij is, want er is... Een waterberging bijgekomen, is een fietspad aangelegd en er is nog een grote veehouderij opgestart van Spaanen. Dus als je daar nou morgen zou staan, dan zou je niet weten waar hij was. Ja. Zo snel gaan de veranderingen. Ja. Ja. Ik woonde voorheen op K199, dicht bij de Zuiderweg. Maar schuin tegenover ons, er was een winkeltje, een klein winkeltje. Ja, daar haalden we de boodschappen. Ja, toen was er minder... te krijgen als vandaag de dag, hoor. Ik ben dan op een gegeven moment boer geworden en ja, ik dacht altijd vrijheid, blijheid en ik heb vreselijk gelachen en veel aan sport gedaan en werken en plezier maken, maar ja, ik denk, ja, ik denk, ja. Ja, fuck, heb geen vrouw. Geen, nee, dat is er bij ingeschoten, denk ik. Dat heeft hij met zijn oude moeder samen. Ja, dat is de bedoeling wel niet geweest, maar ja, het is zo gelopen, denk ik. Ja, die keuze heb je zelf gemaakt, denk ik. Maar ja, goed, je bent wel... Als jij buiten zijn huis werkt... Ja, lig je wel makkelijker in contact natuurlijk. Maar ja, goed, ik heb ook... ik was ook altijd vaak weg en zo. Hoor. Ik heb contacten genoeg gemaakt. Maar ja, het is de... Ja, ik dacht van vrijheid, blijheid en een mooi leventje. Ook, en, nou. Ja, dat had een hogere prioriteit, denk ik. Ja, mijn grootvader was dirigent en mijn vader was dirigent van West-Friesia. En later mijn broer, Barend. Ja. En Daan nog een tijd? Ja, Daan nog een tijdje ook, ja. Neef. Maar dat nou is gebeurd, hoor. Ja, ja, Cola, ze waren wel muzikaal, inderdaad, ja. Kijk, ben je hier geboren en getogen? Dan denk ik, ja, ik zie me direct niet meer veranderen, hoor. Of het moet, vanwege zo'n gezondheidsreden, hè. Nou ja, ik ben 87 en ja, nou ja, goed, ja. Ja, uiteindelijk wordt het dan misschien een bejaardenhuis of zo. Ik hoop dat ik het hier na een tijdje volhouden kan. Hoor. Je woning is natuurlijk prachtig, hè? Want ja, je kent overal weidse blik en minder in het dorp. Je zou je land ingaan en in de natuur. Ja, ik zal niet moeten niet aan denken als ik nu in de stad moet gaan wonen of zo, hoor. Of weer in een rijtjeshuis met mensen die je niet kent. Nou ja. Ik hou een beetje van gezelligheid en gemoedelijkheid. Goed met je buren om kunnen gaan en ja. En met de mensen.